De politie treedt nog steeds hard op tegen lockdown-overtreders. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat het nodig is omdat de gemeenschap het gevoel heeft dat het goed gaat en nonchalant wordt met het naleven van de COVID-maatregelen. De afgelopen periode zijn er vaak feesten gehouden, ondanks de oproep van de regering om daarvan af te zien. Amoksi benadrukt dat de handhaving op de lockdown-maatregelen onverkort doorgaat. En ik moet een strakke waarschuwing doen, ook via uw medium doe ik dat. Dat we ons niet moeten wanen dat we veilig zijn. COVID is nog steeds in Suriname, wel in mindere mate, gezien het aantal testen die worden uitgevoerd en de positieve cases die daaruit voortvloeien. Dus vanuit hier wil ik de mensen oproepen om alert te blijven. Om niet te gaan verslappen, denken dat COVID er niet meer is. Amoksi doet verder een beroep op de samenleving zich te houden aan de maatregelen. De president heeft onlangs aangegeven dat de maatregelen zullen worden verscherpt als er weer 25 positieve COVID-gevallen per dag worden geregistreerd. Dus het is aan het publiek om zich te houden en de situatie beheersbaar te houden. Gaan er meer van die quick response teams geïnstalleerd worden in die overige districten? Want nu hebben we in Kamerwijn en Ikeri, Paramaribo ook. En kijkt het ministerie naar uitbreiding daarvan? Dus we monitoren de situatie en aan de hand van de ontwikkelingen gaan we daarop inspelen. De bewindsman zegt dat de controle op de naleving van de lockdownmaatregelen landelijk is aangescherpt.